Consumenten verzilverden zaterdag massaal cadeaubonnen van Intertoys. En dat leidde tot grote drukte in de winkels van de failliete speelgoedketen, ook in Panningen. Nou, we zijn vanavond extra tot 6 uur open. Het probleem is namelijk met het systeem. Je moet je voorstellen dat er nu meer dan 600 kassa's draaien op dat cadeaubonnensysteem. En mondjesmaat laat je er één door. Vanmorgen ging prima, nu hebben we problemen. Dus we hebben nu eigenlijk de mensen gezegd van god, als je geen tijd hebt, lever even in bij stoppen en even in een zakje. Een naam erop, een telefoonnummer, kom na 5 uur terug. Ja, dan gaat het denk ik allemaal hopelijk goed werken. Ja. Het was de laatste kans om cadeaubonnen in te leveren bij de winkel. Daarna zijn ze niets meer waard. Ik heb nu oortjes gehaald. Ik had ze eigenlijk niet echt nodig, want ik heb zelf ook nog oortjes thuis. Maar ik denk, als ik toch nog bonnen heb, dan kan ik het net zo goed gaan halen nu. Ik kwam mij toch bijna niet en ik had deze tools liggen, wat ik niet eens wist. Dus ik, mam zei, ruim even alles op, kijk eens nog eens in vinger. Ik heb er nog 3 gevonden. Dus opmaken. Moeten ze even opmaken, of dat mijn zoon dacht dat. Mijn zoon had nog bonnen. En wat heb je gekocht? Voetbalkaartjes. Wat vindt u van het nieuws, Intertoys? Ja, ik vind het jammer. Maar ik heb begrepen dat ze hier toch open blijven. Dus daar zijn we blij mee. Vindt u het belangrijk? Jazeker. Waarom? Lekker in de buurt. Dus dat is al makkelijk, hè? Ja, op zich. Ik kom er niet zo vaak eigenlijk. Maar alsnog is het wel fijn dat het open blijft. Eerder werd bekend dat Intertoys failliet is verklaard. De winkels blijven voorlopig open. Ook in Panningen. Daar wordt met andere franchise-ondernemers gewerkt aan een doorstart. We zijn zelf met 120 eigen ondernemers. Die maken de doorstart. En we zijn zelf nu bezig om andere winkels nog op te kopen. En ook een investeerder hebben we achter de hand. Ik denk dat er volgende week een heel goed bericht komt van de doorstart. Voor Panningen betekent dat we, ja, je kunt je eigenlijk Panningen niet voorstellen zonder Intertoys. Hè, zonder Jantje Wouter vroeger, hè, zoals dat verwoord was. Dus we gaan gewoon lekker verder. We hebben vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de klant. We zullen ons een beetje aan moeten passen. Dat zal ook gebeuren. En de hele staf Intertoys wordt ingekrompen van nu 100 man naar 20. En dan gaan we gewoon mee aan de slag. Dus gewoon lekker terug naar de basis. En kijken dat we het hier een mooie speelgoedwinkel kunnen houden. U maakt zich geen zorgen? Ik was al grijs, dus anders was ik het nu dus geweest. Heel zeker. En die zorgen, ja, die blijven natuurlijk wel. Wat is de toekomst van de speelgoedwinkel? Nogmaals, ik heb gezegd, we zullen ons een beetje aan moeten passen in deze tijd. We hadden al wat plannen voor. Maar de investeerder die het overgenomen heeft voorheen, heeft er te weinig in geïnvesteerd. Heb ik gedacht, we maken daar een goede rendabele winkel van. Dan verkopen we het weer over onze rug. Maar er wordt aan gewerkt. Ik zie de toekomst eigenlijk wel rooskleurig tegemoet. Het online gebeuren zal een keer een plafond krijgen. Hè, dat je er een match in krijgt van ja, het winkel, de stenen winkel. Je ziet zelfs nu ook, bijvoorbeeld met een Coolblue, die al stenen winkels gaan maken. Hè, dat mensen toch komen kijken, voelen, ruilen. En ja, die zaken die zullen blijven bestaan. De winkel in Panningen blijft dus voorlopig open. Dat weerhield de consument er niet van om toch de cadeaubon te verzilveren. Het is wel een lange rij, hè? Ja, het is wel een lange rij, maar maakt niet veel uit, eigenlijk. Ik wacht wel.